En hier zijn we weer, dames en heren. Ik ben Christian, uw gastheer. En wij gaan weer DayZ spelen. Zoals je ziet misschien, ik heb de texture pack voor DayZ. En naast mij heb ik de map voor DayZ. Dus, ja. Dat gaat wel leuk worden, denk ik. Nou, zoals je ziet, dit is eigenlijk mijn stone sword. Een hunting knife. Het is eigenlijk een stone sword. En ik heb hier de map naast me. En ik heb al zo'n gevoel waar ik ben. Het begint echt handig te worden. Het is eigenlijk wat een beetje nuttig. Eens zien. Even een comment uitvoeren dan. Oké, nu ben ik naast mij. Kan ik nu zien waar ik ben. Als het goed is. Oh, wow, ik ben super ver. Als ik nu. Ja, het spijt me niet dat, dat jullie niet kunnen zien, maar ik heb al zo'n vermoeden dat ik langs moet. Alleen, ik ben wel super ver van het dichtbijzijnde dorp. Ja, misschien vind ik wel nog wel players onderweg. Zoals je ziet, ja, adrenaline, ik wist het. Nou, laat ik maar beter niet lopen. Ja, de map, zoals jullie weten, super groot. Hij moet nog aan het laden. Is dat? Oh, yep. Kijk, jongens, dit is een player zombie. Dit was ooit een player, maar die is doodgegaan door een zombie. Oh. Of, nee, dit is gewoon, dit is een normale zombie, jij. Maar je hebt ook player zombies, volgens mij. Dat als je doodgaat, word je zelf een zombie. Altijd als je lijkt. En als mensen die dan tegenkomen, zien ze daar zo jou en dan een zombie skin. Zeg cool, maar als je die mensen dan killt, krijg je nog hun loot of zo. Denk het. Ja, ik ben er bijna. Ik ben de map. Jullie kunnen de map vinden op dayz.org. Nee, DayZCraft. Ja, het staat er al boven. IP staat er ook boven. Alsnog staat in de chat van de eerste episode, als je nog wil. Maar ik ben dus in een soort van bosgebied, dat ik ook vermoedde. Hé, hey, weer een paard. Maar dat is niet de meneer paard, zoals wij die kennen. Die was volgens mij helemaal bruin. Ik weet het niet meer. Wat is dit eigenlijk? Oh, bandage. Oh, het ziet er wel cool uit. Ik kan mijn adrena. Nou, laten we dat maar niet doen. Oh, als ik nu door de bossen ga, dan. Nou, laat ik maar even op de weg. Ik kan nu een soort van afsnijding maken. Zie ik. Ja, als ik deze kant op ga, maak ik een afsnijding. Dat kost me wel wat. Nou, bespaar me sowieso wat kilometers. Ik heb deze keer even de chat aan. Zodat, ja, ik ben niet alleen. Dat is het. En, als het goed is hier vlakbij een meertje of zo. Een soort van iets van water is hier vlakbij. Oh, deze map is super handig. Maar ik ben nog steeds maar één iemand tegengekomen. En het zijn nu echt wel veel players op zich. Nou, nee, 31. 3 meer dan de vorige keer. Oh, waar is weer een zombie? Ja, dat was een kill. Ik weet niet in de buurt. Maar de map is ook niet overbouwd. Je kan, kijk, als je jezelf wilt zien, dan kunnen andere mensen je ook zien, zeg maar. Zo zit het met die map dus. Oh, die zombies zien er wel cool uit. Dus, tot nu toe zijn er maar 2 mensen op de map die zichzelf kunnen zien. Zijn ik en iemand anders. Oké, dit is handig. Even mijn water bijvullen. Zo. Waar ga ik nu heen? Oh ja, ik ben nou, vlakbij een dorp. Maar ik wil naar een airfield. Want daar schijnen geweren te zijn. En het beste speel in de hele game. En toevallig is er
eentje in de buurt, maar ik ga... Oh, ik let even niet op, sorry. Toevallig is er eentje in de buurt, alleen ik ga eerst even naar een ander huis. Een ander dorpje. Ik maak een soort van omweg. Ik weet nog niet waarom, maar... Zien we ook nog eens dat van de map. Er komen misschien ook nog wat mensen tegen, maar bij die airfield zijn eigenlijk voornamelijk de mensen. Dus ik had zoiets van, als ik nou eerst even door naar het dorpje ga... Oké, rattenfleisch. Dus eerst zijn wel zombies sowieso. Ah, in de echte Daisy was het echt... Ma. Op zich wel cool. Hier is... Ja, ik vind dat ze het goed hebben nagebootst op zich. Ik vind het wel knap op zich. Oh ja. Hij kan een stukje wel rennen. Ja. Maar als we bij het dorpje zijn... Ik weet niet of het een groot dorpje is of een klein dorpje... Wat ik wel weet is dat er, ja, dat er twee mensen op één, nee, dat er één iemand is die super veel goede loot heeft. Maar die is helemaal aan de andere kant van de map. Dus dat maakt niet zo uit. Oké. Maakt me niet uit voor mijn eten, ik ren gewoon. Ik neem een foto van het awesome paard. Zo. Hoppa. Kunnen we die ook nog eens gebruiken? Volgens mij zie ik het al. Yes! Oké, druk me zwaard, want hier kunnen mensen zijn. Daar is een put, voor mijn gevoel. Ja, daar is een put. Wow. Gaat toch een heel, heel, heel snel... Zit hier nog wat fatsoenlijk? Oh. Pistol. Yes. Volgens mij is dit een iron sword. Maar dan kan ik het niet doen. Zo, yes. We hebben 3 kogels voor een pistool. Hé, hey, waarom doe je het niet? Vaag. Leather boots. Kruisboog, wat is dit? Arrows. Ik eet nog even een paar rauw. Moet maar. Ik heb een pistool, yes. Oh, 12 kogels zitten in één magazijn. Oh, daar heb ik even 36 kogels. Lekker. Dit huisje. Chest. Yes. Nee. Hunting knife heb ik al. Neem de vis. Tip. Oh. Ik schrok me helemaal dood. Oh. Hey, niemand is best wel dichtbij me. Nou, wel een eindje verderop, maar... Op zich wel best wel dichtbij. Maar ik heb een pistool. Oh ja, ik zag hem wel hoor. Paard. Oh shit, dan moet hij wel overbouwd zijn. Oh, ik ben echt super bang. Hij zit op een paard. Waarom gaat hij het rondje? Ziet hij mij of zo? Weet hij dat het er is? En gaat hij me gewoon trollen? Trollen. Ik heb een geweer. Oh, hij gaat weer weg. Oké, dat was echt een heel vaag moment. Oké, dat was een soort van ontmoeting met een player. Zo te zien. Wat staat hier helemaal?
Hij is best wel groot op zich. Oh, joh, als hij terugkomt, joh. Niks hier. Oké, dat was echt een van de beste momenten die ik ooit heb gehad in dit spel. Gewoon dat er... Nou, dat is een woedersoort, die hoef ik niet. Gewoon dat er gewoon... Je in huis bent en dat iemand gewoon met een paard rondje heen gaat. Wow! 1, 2, 3, 4!